Wij zijn blij als gezamenlijke partijen dat dit convenant er ligt. Het is niet zo dat we niet een convenant hadden. We hebben eerder een convenant rond het veilig uitgaan gesloten. Maar dat was verouderd en we hebben ook daar een aantal nieuwe afspraken in gemaakt. Zijn bij ondertekeningen van dit soort convenanten altijd dezelfde partijen erbij? Ik bedoel horeca, gemeente, politie, justitie? In de regel wel. In de regel is het de samenwerking tussen de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. En de horeca natuurlijk, want die hebben het hardste nodig daarbij. Wij zijn als Oostgelde een gastvrije gemeente. En de afgelopen jaren hebben we al laten zien dat juist ook door de samenwerking die er is met de horeca en met vertegenwoordigers van de horeca, met de politie en de gemeente en het Openbaar Ministerie, dat we ook het uitgaan prettig en plezierig kunnen houden. We hebben ons nu gefocust op dit convenant. En dus uiteraard in meerdere gemeenten in Noordoost-Gelderland dat dergelijke convenanten zijn. Maar hoe het in Nederland werkt, is moeilijk te zeggen. Mede te danken aan de goede onderlinge samenwerking tussen die partijen. En daar ben ik trots op. En we gaan ook, denk ik, die samenwerking intensiveren. En de bedoeling is eigenlijk iedereen die hier komt om gezellig en prettig uit te gaan, die was welkom, die is welkom, die blijft welkom. Maar degene die naar Oostgelre komt of hier woont om de boel te verzieken, die is niet welkom en die kan ook rekenen op een gezamenlijke aanpak om dat te voorkomen. Het gaat over het gedrag bij een horecahouder, maar een uitbater bepaalt toch zelf wie hij of zij erin laat? Jazeker, dat bepaalt hij tot op zekere hoogte. Hij geeft ook zelf aan of hij wel of niet meewerkt binnen het convenant. Het gaat om veilig uitgaan. En onze leden die staan wel voor veiligheid. En op het moment dat iemand zich echt misdragen heeft en hij weet dat middels een systeem of middels zijn collega, dan zal hij zeker ook aan mee willen werken om die persoon te weren. Bij elke convenant wordt gekeken naar de kleur lokaal, zoals dat dan zo heet, mooi heet, of couleur lokaal moet ik zeggen. En wat daarvoor nodig is en wat belangrijk is. Het is een plezierige manier van samenwerken. De veiligheid van de ondernemer, de medewerkers, de gasten zijn erg belangrijk. En zeker onze Koninklijke Horeca Nederland leden staan in voor die veiligheid en willen hier ook zeker aan medewerken. In feite is dit een voortzetting van het bestaande convenant. Er wordt een iets ander convenant voor in de plaats gezet. In de dagelijkse praktijk betekent vooral een goede samenwerking met de handhavers van Lichtenvoorde. En natuurlijk ook de lokale horeca. Het feit dat deze partijen samenwerken en met elkaar in overleg zijn en in kaart brengen van wat er aan overlast is, dat werkt preventief. Een goede samenwerking tussen de nachtportiers, de politie, de gemeente en het Openbaar Ministerie in de hoop dat het direct goed opgepakt wordt, werkt hopelijk ook preventief. En nou, wat ik begrepen heb is dat de criminaliteit ook de laatste paar jaren een stuk minder is geworden. Iedereen welkom. Kom in grote getalen, zou je zeggen, naar deze mooie gemeente. Maar niet als je verkeerde bedoelingen hebt. En daar hebben we ook dit plan voor gemaakt om daartegen op te treden en te zorgen ook dat het voor iedereen veilig en gezellig blijft.